Ja, oké. Stapje voor stapje. Kijken waar je loopt. Hallo, ik ben Roelof Wolf. Ik ben 71. Ik woon in Coevorden. En ik ben chauffeur van Koosjes. Mooi! Zin in deze dag? Ja, elke dag. Hè. Er zijn wat kinderen die vakantie hebben, dus de rit op zich wordt iets korter, maar het is elke dag weer kijken wat de dag weer brengt. En hoeveel kinderen gaan wij ophalen? Wij gaan vandaag 3 kinderen ophalen. We gaan eerst naar Dalen en daarna gaan we richting Hardenberg. Goedemorgen, Sam. Wat zijn dat voor kinderen die wij op gaan halen? Ja, dat zijn kinderen die met een beperking. Het is verschillend, maar over het algemeen zijn het kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Hi Sam, goedemorgen. Goedemorgen. Kom binnen, jongen. Zoek je plekje maar op. Daar. Ik ben Ineke Kiemel, ik ben vervoersbegeleidster. En ik zit hier voornamelijk voor kinderen die epileptische aanvallen hebben. En voor de rest begeleid ik de kindertjes een beetje in de bus en straks weer als we naar de dagbesteding gaan. En wie hebben we hier nu bij ons in de auto zitten? Dit is Sam. Hè? Sam? Ja. Sam komt uit Dalen. Ja. Sam zit al heel lang bij ons op de bus. Ja. Ja, wij zien nog een heel klein jongetje hè, toen je bij ons kwam. Ja. En hoe oud ben je nu, Sam? 14. 14, ja. Sam mag nog een paar jaar mee. En dan mag hij naar de volwassenen. Ja. Maar voorlopig nou bij Roelof op de bus, hè? Heel hard. 1, 2. Weg met die wolken. Roelof, hoe lang doe jij dit werk al? In 1988 ben ik begonnen met het rijden op een taxibus. En was dat altijd voor Koosjes al? Ja. En hoe oud bent u? Ik word 72 volgende maand. Maar dan mag u al lang met pensioen? Ik ben met pensioen, ja. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ik bedoel, zolang als het kan, dan doe je dat. Goedemorgen. Vooral als de kinderen wat langer op de bus zitten, zeg maar, dan bouw je zo een band op, ook met de ouders. En ja, dat is toch iets en zo dat, oh, dat is leuk. Ja, wat voor band heeft u met deze kinderen? Ja, je leert ze na verloop van tijd, je leert ze kennen. En het is ook een kwestie van ja, de acceptatie, hè? Accepteren zoals ze zijn. En ja, ik heb altijd zoiets van ja, kinderen zijn kinderen. Maakt niks uit hoe ze zijn. Want wat is een beetje het geheim met deze doelgroep? Toch rust, rustig blijven. U durft hem wel aan Roelof over te geven? Absoluut, ja hoor. Hij is altijd opgewekt. Hij is altijd lief voor de kinderen. He? Een goede chauffeur. Ja, ik zit dan niet elke dag hierop, maar Roelof wordt sowieso wel heel erg gewaardeerd. Dat kun je overal... En dat weten ze ook wel van, we doen ons kind met Roelof mee en dan komt het wel goed. Goede luisteraar, rustig, altijd rustig, dat is heel belangrijk. Ja. Wat er ook gebeurt, hoe of de kinderen ook reageren. Ja. Goedemorgen. Hallo Matthijs. Kom binnen. Begin de dag met een lach, Matthijs. Ben je naar de kapper geweest? Ja. Ja. Zo. Netjes. Hoi. Alles uitstappen. Neem de tas maar mee. Ja, oké. Stapje voor stapje. Kijken waar je loopt. Dat zijn je benen uit.
Hij kijkt veel om zich heen. Ik heb mijn taak weer volbracht. Ja.